En vandaag verder in het nieuws. Het is de dag dat de Tweede Kamer debatteert over een mogelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekking tijdens demonstraties. De NRC schrijft daar vandaag ook over, Marianne van der Anker. Of dit nou zin zou hebben, eerdere wetsvoorstellen, volgens mij zijn er al een poging of vijf gedaan, die zijn allemaal gestrand. En dan is de vraag, heeft dan dit verbod wel zin? Als ik die grote vraag aan jou stel, dan zou jij antwoorden. Meer filosofisch en ethisch, dat het belangrijk is dat je kunt en mag demonstreren zonder dat je gezicht bekend wordt. Want dat kan soms in het belang zijn van datgene wat je verdedigt of waar je voor opkomt. Mm. Maar als je echt gewoon het willens en wetens doet om ook mogelijk strafbare feiten te willen voorkomen, ja, get on, weet je. Dan begrijp ik heel goed dat we niet meer gezichtsbedekkende bekleding willen. Maar goed, die twee dingen kunnen niet per se naast elkaar bestaan, toch? Nee, het is dus ofwel of niet. Het heeft ook te maken met de ethiek van degene die gaat demonstreren. En ik denk dat het nu weer oplaait, omdat er een suggestie is gekomen, toch uit het politieke landschap. Nou, een aantal mensen heeft bewust zijn gezicht bedekt, zodat we ze niet kunnen beetpakken. Maar wat zeg je daar dan onder aan de streep mee? Moet het nou wel of niet kunnen wat jou betreft? Ik vind dat het aan beide kanten, dus de politiek moet het mogelijk maken dat er altijd gedemonstreerd kan worden. Maar ik vind dat ook de mensen die gaan demonstreren zich ook goed moeten realiseren dat de bescherming van een aantal mensen die bewust misschien wel bedekt moet blijven, dat je die niet op het spel moet zetten door juist zelf onbedekt te gaan. Maar kan je die oproep doen aan mensen die überhaupt die demonstraties laten escaleren? Het is een ongelooflijk belangrijk recht in Nederland. Het wordt als het grootste recht beschermd. Als we naar die beelden die we net ook zagen van die demonstraties kijken, dan welk gevoel bekruipt jou? Nou ja, ik denk dat dat het gevoel is dat iedereen wel heeft. Dat je ziet dat die mensen zich bedekken omdat ze willen dat ze niet herkend worden. En dat heeft te maken met wat ze daar van plan zijn om te doen. En ik vind als je uitgaat van de democratie en laten we daar nog steeds dat als uitgangspunt nemen, dan moet je ook staan voor je mening streren. En dan moet je ook staan voor je mening en dus ook zichtbaar zijn en dan ook respect krijgen voor jouw mening. Kijk, als je iets over je gezicht heen trekt en je gaat stenen gooien, dat hoort daar niet bij. Nu gaan we in deze termen denken van dat moet je verbieden. Dat is begrijpelijk als je ziet wat er steeds gebeurt. Maar hoe ga je dat dan handhaven? Dat is even de vraag. Je kan het wel verbieden, maar hoe gaan we het handhaven? Kijk dan wat er gebeurt. Dus dat wordt een klein probleempje dan. En dat is elke keer weer het fatsoen in onze maatschappij, dat we dan weer teruggrijpen naar een maatregel om er weer iets te verbieden. Ja. Weet je, hebben het goede gesprek ook met elkaar erover. Ja, maar tegelijkertijd, jij zegt handhaven, maar ik denk het is toch best makkelijk. Als je gewoon daar een verbod op hebt, dan kan je toch handhaven dat niemand bezichtsbedekkende kleding op heeft. En er komen er 400 aan. En dan? Ja. Dan hebben we daar weer de mensen niet voor. En zo zijn we nog even zo. Precies. Dus ik heb heel veel zin in iets vrolijks als advies. Ja. Ik ben er helemaal klaar mee. Okay. We gaan naar Annelies Gerard. Het thema is normaal, dus laten we daarvan